Jullie denken nog niet serieus dat dit erg in de voorstelling past. Nou, hij hoopt er eigenlijk aan. Ja, ja. Of iets tussendoor of zo. Ja, ja, ja. Ja, voor het einde dat we dat niet hebben. Ja, en we nog niet gezien hebben natuurlijk. En ja, dat is niet meer. Het is een grote finale, hè, waarin alles goed komt. Ja. Het komt niet goed. Misschien deze keer wel. Ja, het is goed met je. Op bezoek bij toneelgroep Theater Tik zit ik aan de bar bij de regisseur van het hele gebeuren hier. U bent? Sascha Termors. Vertel, hoe lang bent u al regisseur bij deze toneelgroep? Bij deze toneelgroep ben ik nu een half jaar regisseur. Dit is mijn eerste productie bij deze toneelgroep, bij Theater Tik. Hoe word je regisseur? Voor regisseur moet je een opleiding volgen, een dramaopleiding. Ik heb muziektheater gestudeerd aan het conservatorium in Tilburg. En daar, dat was mijn drama- en zangopleiding. En vanuit daar ben ik ook gaan doseren, een docentenpapiertje gehaald. En ook gaan regisseren met het vak theater maken en al dat soort dingen. Ja. Hoe komt u nou terecht hier bij Theater Tik? Ja, dat was een hele omweg. Dat was via. Dat was via de Nieuwe Koning in Enschede. En zij hebben mij in contact gebracht met een van de spelers. Omdat Theater Tik een nieuwe regisseur zocht. Ja. En dan volgt dat contact en dan word je hier maar regisseur. En dan ga ik hier regisseren, ja. U bent vanavond hier op een oefenavond. Waar gaan we beleven? Waar gaan ze opvoeren? Nou, we hebben de laatste weken allerlei stukken van het toneelstuk, Amateurs. Wij spelen het stuk Amateurs van Wannie de Wijn. We hebben allerlei stukken doorgenomen en nu gaan ze het voor een deel aan elkaar plakken vanavond. Dus dan wordt het een soort kleine doorloop. Wat moet ik mij voorstellen bij aan elkaar plakken? Nou, als je een stuk oefent, ga je stukje voor stukje oefenen. En op een gegeven moment moet je een paar stukken aan elkaar gaan plakken om te kijken hoe het stuk loopt en hoe de ontwikkelingen gaan enzovoort in het stuk. Hoe is het om te werken met zo'n... Is het deze groep die hier nu staat? Ja, het is deze groep die hier nu staat. En het is een kleine groep? Het is een kleine groep, ja. 7 spelers. En hoe is het om daarmee te werken? Ja, hartstikke leuk. Ja, het is... Het is een wat oudere groep en dat is leuk. Je hebt veel ervaring en dus daar kan je goed mee werken. Ja. Welk stuk spelen jullie? We spelen het stuk Amateurs van Wannie de Wijn. En dat gaat over een amateur toneelgroep die wil hogerop. En die heeft een professionele regisseur ingehuurd. En zij gaan proberen daardoor beter te worden. Maar er zitten allerlei addertjes onder het gras. En het begint heel mooi, maar de vraag is of het ook mooi gaat eindigen. Ja? Ja. Het is een spannend stuk. De vraag is echt het hele stuk door van waar gaat dat naartoe? Is het een intensieve rol voor iedereen eigenlijk? Nou, het is een best wel moeilijk stuk voor veel van de spelers. Omdat zij de hele tijd op het toneel zijn. Het hele stuk lang. Maar niet altijd veel tekst hebben. Dus soms hebben ze een kwartier, hebben ze één zinnetje tekst ergens. En dat is best lastig om dat goed te timen, om goed op te letten. En om toch te blijven spelen in je rol. En, je moet veel stil spel. Stil spel is heel erg belangrijk. Want als je geen tekst hebt, dan moet je toch spelen. Anders dan is het niet geloofwaardig voor het publiek. Dan zie je een zoutzak stilstaan. En dan, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet blijven spelen. Maar wat moet zo'n speler dan doen als hij helemaal geen tekst heeft? U zei een kwartier lang, ik zie het al voor me. Ja, nou ja, daar zijn we dus aan het werk om acties, handelingen te verzinnen die iemand doet. Ik bedoel, het gaat ergens over het stuk. Dit gaat over een amateur toneelvereniging, dus die hebben kleding bij zich, die kleden zich om en die hebben wat praatjes met elkaar en die drinken een kopje koffie, bijvoorbeeld. Hè? Ja, alles kan. Okay. Ja. Wanneer en waar wordt het stuk opgevoerd? Het wordt opgevoerd in De Storm in Winterswijk op 6 april 2013, ja. Op zaterdagavond. En op zondagmiddag 14 april in de Barse Huis in Zeerenberg. Nu bij mij aan de microfoon een van de medespelers van Theater Tik. U bent? Ik ben Theo Boesveld. Theo, welke rol ga jij spelen in dit toneelstuk? Ik speel Albert. En Albert is de professionele regisseur die door de toneelclub is aangetrokken. Omdat ze wel eens wat beter willen spelen dan ze altijd gedaan hebben, zeg maar. Ja. Het lijkt mij een moeilijke rol, of niet?
Ja, het is een klusje, ja. Ja, het is echt een klusje. Het stuk is dus de repetitieavond van het stuk. Dat zie je op het toneel, dat de club gaat repeteren. Ja, ik ben ook echt eigenlijk vanaf het begin tot het eind zo'n beetje wel ook op en met de club bezig. En dan gaan we spelen en dan geef ik ze aanwijzingen wat ze doen moeten. En, ja. Hoe lang speelt u al toneel? Oh, dat doe ik al wel een tijdje. Bij Theater Tik is mijn tweede productie, zeg maar, dat ik meedoe. En daarvoor heb ik in... heb ik bij een andere club ook al wel in, ja, ik denk wel een jaar of 12, 13 gespeeld. Ja. Hoe kom je erbij om op toneel te gaan spelen? Hoe... Ja, hoe gek moet je zijn? Op een of andere manier vind je dat dan toch leuk of zo? Om ergens te gaan staan en iets wat je met elkaar hebt gemaakt te laten zien. Ja, dat is leuk. Om daar, ja, dat is leuk. Om er elke keer weer, elke week weer aan te knutselen en er weer iets nieuws en dingen uit te proberen. En ja. Heeft het dagelijks leven daar iets mee te maken, toneelspelen? Of ik in het dagelijks leven wel eens toneelspeel? Ja. Ik vroeg of er wat ermee te maken had. Nee. In het dagelijks leven doe ik hele andere dingen. Ja. Ik wens je veel plezier met de opvoering. Ja, mooi, dank je.